Ik ga u de tekst voorlezen waar de prediking over gaat. Als het goed is, kunt u die vinden aan de achterkant van het mededelingenblad. En ik heb daar een prachtige structuur in ontdekt die ik straks met u ga doornemen. Het gaat over Jesaja 55. En we behandelen het hele hoofdstuk. Het zijn maar 13 versen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen, een volk dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere, uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opschieten. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. Ik merkte, als ik niet keek, dat ik de MBG-vertaling gebruikte. Merkte je het? Zal een mirt opschieten, ja. Het is wat met al die vertalingen die wij gemaakt hebben. Kijk, daar staat hij. We gaan het hebben over Jesaja. Jesaja is een boek. Dat weten jullie uit het Oude Testament. Het is in te delen op een heleboel verschillende manieren. Theologen die breken hun nek over elkaar, of struikelen over elkaar, moet ik zeggen, als ze willen komen tot een indeling van een Bijbelboek. Dus er zijn er heel veel bedacht en allemaal even geldig en waar, als je van een bepaald perspectief uitkijkt. Ik heb gekozen voor de indeling in drieën. De dominee is vroeger volgens mij ook, hè? Een preek in drieën. Ga ik niet doen, hoor. Het eerste gedeelte van Jesaja, gewoon om even de context van het hele Bijbelboek te schetsen. Het gaat van hoofdstuk 1 tot 39. Kijk, daar had ik een sheet van, wat mooi. Dat gaat over oordeel en straf. Dat bevat allerlei aanzeggingen. Van straf aan Israël, maar ook aan volken eromheen. Met name Juda wordt daar aangesproken. Het tweede gedeelte, van hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 55, het laatste is het hoofdstuk waar wij het over gaan hebben, gaat over Gods plan voor verlossing en herstel. En we zullen zien dat dat zich uitstrekt van de schepping, sorry, voor jullie zal ik het aan die kant doen, van de schepping naar de wederkomst. Het omspant de hele tijd. En het laatste gedeelte gaat over de bestemming
van de mensen die God dienen, Gods dienaren. En dat gaat dan van 56 tot het eind van het boek, 66. En als je zo naar Jesaja kijkt, dan is het eigenlijk een boek wat eigenlijk de hele Bijbel omvat. En als je nou inzoomt, gaan we zo doen hoor, op Jesaja 55, dan is dat eigenlijk een korte uiteenzetting, een samenvatting van Gods heilsplan. In de Bijbel staat uitnodiging tot het heil des Heren. Dat is niet onderdeel van de tekst, dat is zo'n kopje, weet je wel, wat erboven staat. Maar zo heet dat hoofdstuk. Nou, laten we eerst eens even kijken naar de structuur zoals ik die gevonden heb. Dat had ik jullie beloofd. Het is in veel Bijbelgedeelten zo. Ik zal even een zijstapje maken. Onze trouwpsalm is psalm 23. Daar kun je ook zo'n prachtig trappetje in maken. En vaak is het zo dat dan in het middelste vers of de middelste gedeelte, daar zit de kern in. En het midden van psalm 23 is: al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Nou, dat heeft God bewezen in ons leven. Dus dat is echt de kern van wat God tot ons wilde zeggen bij ons huwelijk. Ik dwaal af. Dat is bij Jesaja, zoals ik het gelezen heb, ook zo. Het begint met het paradijs, het eindigt met het ideaal in het koninkrijk. Op ieder van die paren gedeelten gaan we zo meteen in. Hé, er verandert wat. Helemaal terug, jongens. Ja, dank je. Het tweede is onze eigen keus, de zondeval. Ik zal er niet te lang bij stilstaan, ga ik zo meteen doen. Maar de gevolgen van de zondeval worden aan het eind ook weer opgeheven. Man, wat zullen wij blij zijn. Het derde stukje is de wet. Hoe heurt het eigenlijk, heb ik daarbij gezet. En de wet is ook volbracht of vervuld in Jezus, zullen we ook zien. En dan is er een stukje wat gaat over Jezus en over de Heilige Geest, dus boven en onder. En al die dingen zijn eigenlijk in elkaar gespiegeld, rondom de kern. En dan hebben we nog ergens onze grote opdracht, Matthäus 28 vers 19, komen we ook op. En Gods gedachten zijn groter, daarom is dat allemaal mogelijk. Komen we straks ook even bij stil te staan. En de kern is, bekeer je nu het nog tijd is. Dat geldt voor ons, maar ook voor alle volken om ons heen. Nu mag de volgende. Hoe had God het ook weer bedoeld? Dat staat in het eerste vers, hè? Pak hem er even bij. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk. Dat woordje komt, wat daar staat, daar ligt onder een woord wat eigenlijk ook de betekenis heeft van leven en sterven, van levenswandel. Dus het is niet zomaar van daar naar hier lopen, een kom, maar het gaat veel dieper. Het gaat om je levenswandel, om je toewijding. En als er dan staat, kom tot de wateren. Nou, velen van jullie weten waarschijnlijk wel dat water in de Bijbel heel vaak een beeld is van de Heilige Geest. En een beeld van Gods inspiratie. Dus wat ik hier lees is, kom, o dorstigen, wijd je toe aan de Heer. Jullie merken, lees het niet helemaal letterlijk, maar ik zie het ook als beeld voor wat Jesaja aan zag komen. Hij was een profeet. En wijn en melk, staat verderop in het vers, die komen erbij. Als je je toewijdt aan God in je leven en je richt je levenswandel in zoals hij dat van je vraagt, dan zal het je goed gaan. Die overvloed waar wijn en melk voor staan, denk aan het land van melk en honing, die komt je dan toe. Worden we dan rijk met z'n allen?
Nee, ja, wij niet tenminste. Misschien jullie wel, maar materieel niet. We zitten hier, denk ik tenminste, schat ik voorzichtig in, niet in het welvaartsevangelie. Wat we wel hebben ervaren is dat God ons geestelijk heel rijk gemaakt heeft. Zodat we ook in perioden van tegenslag diep konden blijven vertrouwen op de Heer. Ook wij hebben momenten gehad dat het niet lukte hoor. Ik zal geen heilig boontje uithangen. Maar het vertrouwen blijft. Het vertrouwen blijft. God is goed. Ik weet trouwens dat ik een zachte stem heb, even tussendoor. Kunnen jullie me goed verstaan daar? Oké. Ik zal proberen iets duidelijker te spreken, iets meer lucht te gebruiken. Steek je hand op als het niet lukt. Oké? Wie van jullie heeft wel eens heimwee gehad? Ja, ik ook wel. En ik merk bij mezelf dat ik heimwee heb naar de eeuwigheid. Heb je dat ook? Ik zit af en toe wel eens naar die prachtige wolkenluchten te kijken en denk ik, komt u er al aan? Er zijn redenen genoeg om dat niet te willen hoor, begrijp me goed. Ik heb het goed hier op aarde, wil nog lang van mijn kleinkinderen genieten. Maar als die nu komt, dan vind ik het goed. Heb je dat ook? Mij is geleerd dat we leven in de verwachting van een spoedige wederkomst. Nou, daar gaan we het over hebben. We gaan helemaal eventjes, we skippen even helemaal naar het eind. Zie je, ik heb hier die paren even bij elkaar gezet. De hele geschiedenis van de mens, vanaf de zondeval, is God gericht op herstel. Hij heeft het beste met ons voor, daarom heeft hij ons ook geschapen. Heer, u doorgrondt en kent mij. Dat is Psalm 139. Hè? Hij kent ons van binnen en van buiten. En hij wil met ons het goede. Hij wil dat wij ons toewijden aan hem. Daar gaat het begin van dit hoofdstuk over. En in het eind gaat het ook gebeuren. Ook in dit vers, vers 13 is dat, die onderste. Daar zitten weer beelden in. Het beeld van de doornstruik en de distel is het beeld van de gebroken wereld waarin wij leven. En dat gaat worden opgeheven. Dat is helemaal weg straks. Want voor de doornstruik zal een cipres opschieten en voor de distel een mirt. Dus God gaat het herstellen. Dat belooft hij ons hier. En als God wat belooft, dan doet hij het ook. Volgende alsjeblieft. Dank je. Nou, waar ging het mis? In de zondeval. Wie kent het woord niet? Op een gegeven moment hebben wij, nou laat ik eerst zeggen, hebben Adam en Eva hun eigen keus gemaakt. Ze dachten van nou, we kunnen dat wel zelf. We hebben God daar niet bij nodig. Die slang die vertelt ons dat en dat en dat is wel goed, we gaan het zelf doen. Allemaal eigen kracht. En ik heb de tekst zo snel even niet kunnen vinden, maar de Bijbel zegt ergens in eigen kracht komt geen werk tot stand wat iets uitwerkt in Gods koninkrijk. En die heb ik me altijd goed in mijn oren geknoopt. Op het moment dat ik denk, dat ik bij mezelf vaststel van, hé, ik ben zelf aan het werk. Ik ben niet meer goed afgestemd. Dan moet ik mezelf tot de orde roepen. Want in eigen kracht komt niets tot stand wat van waarde is voor God. We moeten ons echt toewijden en ons door de Heilige Geest laten leiden. En vers 2 zegt dan ook, waarom weeg je geld af voor wat geen brood is en je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed, wijn en melk. Maar God heeft zoveel genade, dat ook van die zondeval de gevolgen voor wie zich aan hem hebben toegewijd zullen worden opgeheven. Wat zullen wij blij zijn. Als we voor God staan en het oordeel komt, dat weten we. We komen voor de troon van God te staan. En dan zal Jezus ons wijzen op al die dingen die we goed gedaan hebben. En ook op die dingen die misschien niet helemaal goed waren. Maar dan is het ook over. Dan worden de gevolgen daarvan opgeheven. En dan, man, wat zullen we blij zijn.
Want dan is het weg. Ik weet niet hoe het jullie gaat. Ik denk maar wel eens aan de dingen die ik niet goed heb gedaan. Dan denk ik, wat was ik een stomkop. En daar gaat ook zo'n prachtig lied over. Hè? De bomen in het veld zullen klappen voor hem. Nou, dat komt hier vandaan. Geweldig vers vind ik dat. Goed. Volgende slide alsjeblieft. Want God heeft door de tijd heen... Allerlei stappen in genade genomen om ons te helpen ons leven weer te herstellen en tot toewijding te komen. En een van die dingen was de uitgifte van de wet. Ik weet niet of jullie weten wat de Bijbel bedoelt als er gesproken wordt over de wet. Wie denkt er dan aan de 10 geboden? Ja? Het is een heel klein stukje, hè? Als een Jood spreekt over de wet, dan heeft hij het over de boeken van Mozes. De eerste 5 Bijbelboeken. De Torah. En weet je wat het centrum, de kern van de Torah is? Als je de Torah goed gaat bestuderen, dan kun je ook daar zo'n soortement van structuur in vinden. Ga je nou naar het middelste Bijbelboek van de Torah, dan is dat Leviticus. En ongeveer het middelste stuk van Leviticus, weet je wat daar het onderwerp is? De grote verzoendag. Dus we kijken wel eens naar de wet van hoe... Nee, verzoening. Verzoening is de kern van de wet. God wil het goed maken met ons. Daarom heeft hij de wet gegeven. Niet om ons op onze nek te zitten, maar om te zeggen, kijk, doe het nou zo. Dan gaat het goed met je. Goed, als we het hebben over de wet en het verbond. Sorry. De Jood spreekt over de Tenach, de wet, de geschriften en de profeten. De wet heb ik het net over gehad. De geschriften bevatten wijsheid en lofzang. Ik ga even heel, heel op grote lijnen kort doorheen. En de profeten wijzen allemaal vooruit. Vooruit, ik zou het voor jullie doen. Vooruit naar het Nieuwe Testament, naar Jezus. Alle profeten spreken over Jezus. Vanaf het begin tot aan het eind van het Nieuwe Testament, zelfs Johannes nog. Dus, nou, dat vooraf. Vers 3 zegt, neig uw oor en kom tot mij. Dus God zegt hier eigenlijk, luister. En hij zegt niet zomaar luister, hij zegt neig uw oor. Luister heel goed naar mij. Want dan zal het goed met je gaan. En ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Jullie kennen waarschijnlijk een deel of alle verbonden uit het Oude Testament wel. Er kwam verbond na verbond na verbond na verbond. En wij konden ons er niet aan houden. En het mooiste verhaal uit de verbondsleer vind ik wel... dat het eerste verbond met Abraham wordt door God gesloten. En een verbond in het Oude Testament was altijd tweezijdig. Er zaten... bepalingen in waar de onderhorige zich aan moest houden. En er zaten bepalingen in van de gevolgen die het je niet houden aan het verbond zouden hebben. Om dat te bekrachtigen gingen beide verbondspartijen dieren slachten. Die deelden ze in tweeën, die legden ze uit elkaar. En beide verbondspartijen liepen tussen die dierhelften door... om daarmee aan te geven, als dit verbond wordt verbroken, mag je met mij doen zoals met die dieren gebeurd is. Dat is nogal wat. En het verbond wat God sluit met Abraham, wordt bekrachtigd door zo'n dier in tweeën te delen. En God brengt Abraham in een diepe slaap. En God is zelf degene die tussen die dierhelften doorgaat. Waarom?
Als hij Abraham ook tussen die dierenhalften had laten doorgaan, had hij hem na 5 minuten moeten ombrengen. Want wij kunnen niet zondeloos leven. Dat vind ik zo'n daad van genade van God. Dat hij zelf dat verbond uiteindelijk aan het kruis van Golgotha heeft vervuld. Door voor de zonde van Abraham en iedereen die na hem kwam zijn leven te geven. Nou goed, dat vond ik zo indrukwekkend. Om te beseffen. Ik kan er gewoon niet genoeg woorden voor vinden om dat uit te drukken. Ik hoop dat jullie dat ook zo voelen als ik dat zo vertel. En de wet, ik zei het net al, zal worden volbracht, staat hier. Zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, zo zal het zijn. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Ook dit is weer een belofte van vervulling. En die gaat komen. Je kunt dat op een ander plekje ook terugvinden in 1 Johannes. De eerste verse van Johannes, waar staat: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. De Heer Jezus was er vanaf het begin en zal er aan het eind zijn, en hij heeft de wet vervuld. Ja, de volgende alsjeblieft. De tekst zegt, zie, ik moet even terug naar, naar het vorige vers, waar staat, waar heb ik hem? Dat gaat over de betrouwbare gunstbewijzen aan David. En dan zegt het volgende vers, vers 4, zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Nou, als daar staat, ik heb hem gegeven, en dat volgt op een zin waar het over David gaat, dan zou je in eerste instantie als vertaler denken, hé, dat gaat over David. Ik denk, met de vertaler van de herziene vertaling, dat het gaat over de Heer Jezus. De vertaler heeft dat uitgedrukt door hem met een hoofdletter te schrijven. Het is Jezus, de zoon van David, die het verbond vervult wat God met het volk, met David, met Abraham had gesloten. En daarmee is hij een getuige van Gods trouw naar de volken toe. Zo staat het hier. En daarmee heeft hij zich het recht verworven om ook vorst en gebieder over de volken te zijn. Zijn koninkrijk komt. Maar Jezus wist ook dat hij plaats moest maken voor de trooster, zoals we weten. En dat is weer het spiegelvers, vers 10. En dat is ook zo'n prachtig vers met veel beelden erin. Ik lees dat vers als een beschrijving van het werk van de Heilige Geest. Luister maar. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, regen en sneeuw zijn water, beeld van de Heilige Geest, en daarheen niet terugkeert. Jezus was wel teruggekeerd, maar de Geest is hier nog. Die leeft in ieder van ons. Maar in plaats van terug te keren, doorvochtigt het de aarde en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Prachtig, hè? De Geest is hier en hij helpt ons. Hij doet het zaad van het woord in ons ontkiemen. Het woord is Jezus, hebben we net gelezen in 1 Johannes. Johannes 1, sorry. En zijn woord ontkiemt in ons, geeft zaad aan de zaaier als we evangelist zijn, en het geeft brood aan de eter. Geestelijk voedsel aan hen die dat nodig hebben. Dat is het werk van de Geest.
Naast een heleboel andere dingen, maar dit is een van de werken van de geest. Mooi, hè? De volgende, alsjeblieft. Daartoe hebben we ook een grote opdracht gekregen. En dan lees ik je even vers 5 voor. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. Dat betekent dat wij dat volk niet kenden, die wij gaan roepen. En het volk dat u niet kende, zal naar u toe snellen. Ze zullen naar ons toe rennen, omdat ze zien dat het met ons goed gaat, omdat wij de wet van de Heer houden, omdat wij ons toegewijd hebben aan hem. En dat willen ze ook. Hoe vaak hoor je dat niet om je heen? Omwille van de Heer uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoals wij hier bij elkaar zitten, zijn we een onderdeel van Gods gemeente. En in Gods gemeente, in de Heer, in het lichaam van Christus, in de Heer Jezus, zijn wij verheerlijkt. In onze wedergeboorte. Met elkaar. Want met elkaar vertegenwoordigen wij de Heer Jezus op deze aarde. En we hebben een opdracht, namelijk om alle volken tot hem te brengen. Matteüs 28, vers 19, waar de grote opdracht staat, zou, als je naar het Grieks kijkt, vertaald moeten worden als heengaande, maak discipelen van alle volken, hen lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb, hen dopende in de naam van enzovoort. Maar het enige gebod wat daar staat is maak discipelen. En onze vertalingen hebben ervan gemaakt, ga dan heen. Maar dat is de grote opdracht niet. De grote opdracht is maak discipelen. En natuurlijk moet je dan heen gaan. Natuurlijk moet je ze dan leren. Natuurlijk moet je ze dan dopen. Maak discipelen. Dat is de grote opdracht. Nou, dat is een manier. Een manier van, laat ik maar zeggen, evangeliseren. Die de tijdgenoten van Jesaja op geen enkele manier begrepen. Vandaar dat in het spiegelveld staat, spiegelvers. Want, zegt God, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. En ik heb dat in ieder geval vaak vertaald in mijn hoofd met, oh, dat is zo ondergrondelijk, zo hoog verheven. Dat is ook zo, hè? God is groot, hoog, ondergrondelijk, verheven. Maar wat God hier eigenlijk volgens mij bedoelt is dat hij een manier heeft bedacht om de volken naar zich toe te trekken. Dat is ook een manier om zijn verbond te vervullen. Want in Abraham zouden alle volken gezegend worden, weet je nog? Hij heeft een manier gevonden om dat te doen, namelijk via de gemeente, die ze toen helemaal niet konden bedenken. En eigenlijk snappen wij dat ook nog niet altijd goed. Dat is wat het hier betekent. Ik heb een manier bedacht, jongens, dat ja, in mijn gedachten, die hoger zijn dan jullie gedachten, doe dan maar gewoon wat ik zeg, dan komt dat goed. Ik denk dat dat zoiets van de betekenis van dit vers is. En ja, weet je, er zit ook ergens iets in. We zeggen vaak, God geeft ons niet wat wij vragen, maar wat we nodig hebben. Dat is ook een uitdrukking van dit vers. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Gaat het nog? Ik merk dat ik weer afzak. Oké. Dan gaan we naar de laatste sheet. Dank je. Ik zal eerst het vers voorlezen. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Apart, hè? Als je het zou mogen omdraaien, dan betekent dat dat er een tijd komt dat God niet meer nabij is.
dan kunnen we maar beter ons bekeren als die er nog is. En er komt misschien ook wel een tijd dat hij zich niet meer laat vinden. Dat maakt dit tot een ernstige oproep. Voor de mensen om ons heen, maar misschien ook wel voor onszelf, voor onze dagelijkse toewijding. Vers 7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal God zich over hem ontfermen. Laat hij zich bekeren tot God, want God vergeeft veelvuldig. God vergeeft veelvuldig. Wonderbaarlijke genade. Amazing grace. In overvloed. Een kleine anekdote tussendoor. Er is een man die kwam bij de hemelpoort. Petrus doet open, je weet hoe dat gaat. Tenminste, in onze gedachten. En Petrus escorteert hem naar de troonzaal door een lange gang. Met allemaal deuren. En die man vraagt, wat zit hier achter die deuren, joh? Nou, zo Petrus, wil je niet weten, kom dan maar mee. Kom maar mee. Nee, zegt die man, ik ben wel heel nieuwsgierig. Wat zit er nou achter die deuren? Zegt Petrus, wil je het echt weten? Ja, zegt die man, zeker wil ik dat weten. En Petrus die doet een van die deuren open. En die man die kijkt naar binnen. Een ruimte zo groot. Allemaal stelling na stelling na stelling. Heel hoog. Het einde was niet te zien. En op die stellingen lagen allemaal pakjes. Een lintje eromheen. Allemaal pakjes. Grote pakjes, kleine pakjes. Met namen erop. Oh, zit die man, wat leuk. Allemaal cadeautjes. Zit er voor mij ook wat bij? Jazeker, zegt Petrus. Maar wat zit er dan in? Vraagt die man. Nou, zegt die man, dat is alle genade die jullie niet hebben willen aanpakken in het leven. Die hebben we hier nog op de plank liggen. Er is overvloedige genade, lieve mensen. We moeten het alleen zien en willen aanpakken. Er is bij God genoeg. Goed. Bekering, kom. Kom tot de wateren. Kom tot mij. Toewijding. Wijd je toe. Wijd je toe aan een levenswijze die op mij gericht is. Dat vraagt God ons. Ons en de mensen om ons heen. Iedere week naar de kerk komen is niet genoeg. Als je iedere zondag naar de McDonald's gaat, word je nog geen hamburger. Iedere zondag naar de kerk komen, maak je geen christen. Je toewijden aan de Heer. En dagelijks contact met hem. En bekering en wedergeboorte, dat maakt je christen. En ik ben zo blij dat de Heer Jezus voor ons de weg heeft opengemaakt naar de Vader. En een van de mooiste verzen die ik daarbij vind, die staat in Hebreeën 4. Kijken of ik het gauw kan vinden. Het is een bekende tekst hoor. Dat is een stukje wat gaat over Jezus als hoge priester. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is geweest. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid vinden en genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Jezus heeft voor ons de weg naar de Vader terug geopend. En dan is er vergeving. En dan is er aanvaarding. En dan is er wederkomst. Terugkomen bij God. De laatste sheet. Dus ik hoop dat ik jullie heb mogen meenemen in Gods heilsplan, wat in Jesaja 55 te vinden was. Zullen we bidden?
Vader, ik dank u wel voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat u hier bent met uw Heilige Geest. Dank u wel, Heere Jezus, dat u ons de weg naar de Vader weer geopend hebt. Wilt u ons helpen, Vader, onszelf dagelijks te onderzoeken. Of we nog op u gericht zijn. Of er delen in ons leven zijn, Heer, die niet tot uw eer zijn. Wilt u ons dan helpen om ze aan de kant te doen en weer gericht te zijn op u. En waar we dat kunnen, Heer, binnen onze mogelijkheden te voldoen aan uw grote opdracht. Om ook anderen van u te vertellen. En als het nodig is, mogen we daar woorden voor gebruiken. Maar de geur van u, Heer Jezus, de geur van Christus verspreiden door onze handel en wandel, dat trekt mensen ook naar u toe. Dank u wel dat u zoveel genade hebt voor ons. Amen.